De nachtzoen. De wereld van deze performer bestaat uit woorden die hij maar al te graag op een podium ten gehore brengt. De grote en kleine uurtjes leveren bijzondere ontmoetingen op. Een nachtzoen van Hugo de Haas van Dorscher. Wat voor nachten maak je mee als artiest? Ja, wat zal ik daar eens op antwoorden? Eigenlijk in de avonden treed ik nog meer op dan in de nacht. Maar als ik in de nacht optreed, ja, dan heeft het wel een hele aparte concentratie en condensatie. Oh, ja? En de ruis is dan ook weg. Hè? Het is natuurlijk, mensen zijn veel, ja, toch wel ook aandachtiger of gecondenseerder. Of, ja. De ruis is weg. Ja, de visuele ruis. Dat is natuurlijk een belangrijke factor. We zijn snel afgeleid vandaag de dag. Dus de nacht, de zwarte nacht, die brengt je toch wel bij jezelf, maar ook bij elkaar, denk ik. Ja. Wat is belangrijk voor jou tijdens een optreden? Bijvoorbeeld het contact met het publiek, hoe ervaar je dat? Ja, zeker. Dat is een belangrijke. Maar ook wel dat is wel een learning voor mezelf ook geweest. Dat je eigenlijk in je optreden, maar misschien wel überhaupt als mens, eigenlijk drie lagen hebt. Je hebt eigenlijk je eigen persoonlijke schillen, zal ik maar zeggen. Het één-op-één contact, zoals wij dat nu ook hebben. En de grotere wereld, of de grotere zaal, of de totale wereld. En eigenlijk als artiest ben ik me steeds meer bewust geworden dat die drie lagen, zeg maar, en het aandacht geven aan die drie verschillende aspecten belangrijk is. Mm-hmm. Dus ik moet ook goed voor mezelf zorgen. Ook voor mijn eigen eerste schil. Ook het directe contact, maar ook het grotere contact. Mm-hmm. En om daar een mooie balans, zeg maar, in te vinden, dat is een hele toffe uitdaging. Zeg maar. En dat gebeurt allemaal ook als je op het podium staat? Ja, zeker. Want in het begin zat ik iets te veel op het één-op-één spoor, zou ik maar zeggen. Dan wil je eigenlijk, of ik gaf eigenlijk te veel. He, dan zit je zo in de modus van geven, geven, geven. Terwijl ik ben er zelf ook. Dus toen kwam ik erachter dat, zeg maar, je persoonlijke je persoonlijke schil ook belangrijk is. Of je persoonlijke ruimte, zou ik maar zeggen. Je ziet het bij hele grote artiesten natuurlijk ook wel, dat ze een bepaalde fase of een bepaald moment in een nummer gewoon weer iets meer in zichzelf keren en dan weer naar buiten. En dat is, vond ik zelf heel interessant. Mooi. En uiteindelijk is het natuurlijk ook iets, ja, wat als mens natuurlijk geldt. Weet je, dat je kunt niet alleen maar, ik kan niet alleen maar alles aan jou geven, weet je. Dat hoeft ook helemaal niet. Je gaat ons op bed leggen met een tekst. Ja, zeker. Wat is dat voor tekst? Dat is een tekst die heb ik vrij recent geschreven naar aanleiding van een nachtelijk optreden. Dat was voor een club in Groningen. Dance, elektronisch werk, boom, boom, boom. En wij waren eigenlijk, ik speelde daar samen met de pianist, de enige akoestische act, zou ik maar zeggen. En je zult horen, daar werd van alles tot de mens genomen. Maar dat gaf toch wel verdieping. Zal ik hem doen voor je? Ja, ga hem doen. Goed. Ja, spannend. Het was die nacht. Die nacht. Ik was in een situatie daar. Ik was in een situatie daar. Waar nogal veel situaties gaande waren daar. Het was een ballonrijk, ballonrijk. Waar het antwoord op alle vragen overgave was. Die nacht, die nacht. Vol diepe wijsheid van de lach. Vol smeulend stroovuur. Vol strooilicht ook van terloopse zielenpracht. Die nacht, die nacht. Er waren ook ontuimelijk lege blikken van een ongekende bodemloosheid. Holler dan het holste holst ooit. Die nacht. Was er de teruggeworpen schoonheid van ook niet weten. Vermengd met straalkachelwarmte. Vermengd met de kalme pracht van vermoeidheid. Die binnenschoof als jonge, jonge dauw. Vermengd ook met de gedeukte weerspiegeling
van ontwakende ruimte. Die nacht, schilderde de wereld zichzelf, al wist hij niet hoe. Ver weg is alles dichtbij. Ja, ver weg is alles dichtbij.